Twee uur voor de wedstrijd zijn niet alleen de spelers druk bezig met de wedstrijd. Ook Arno en Patrick zijn druk met de voorbereidingen. Arno zorgt er al 13 jaar voor dat de junior Tigers aangekleed en wel mee het veld opgaan met de selectie. Het is gewoon leuk om te doen. Ik ga iedere wedstrijddag gewoon met plezier hier naartoe. Ik kijk er ook naar uit. Ik ben sinds 2 jaar ook nu al bij de jeugd bezig als materiaalman. En dat is ook vrijwilligerswerk. Nou, het is gewoon, je krijgt er gewoon een hoop voor terug. Het is altijd lastig om voor te bereiden, want er gaat wel elke week wat mis. Je hebt er net een dagen saaige ziek gemeld. Ja, een kind die in de speciale line-up loopt. Oh. Gelukkig kan Arno vertrouwen op zijn collega's en de jaren ervaring. Hartelijk welkom. Jullie zijn uitgenodigd voor de wedstrijd FC Utrecht-NAC. Om mee te mogen doen in de line-up of vlaggenparade. Het is een geoliede machine, kan ik wel zeggen. Want ja, je moet improviseren. Er zijn kinderen die zijn zo gespannen, die gaan huilen. Nou, en dan is het op een gegeven moment blijven er twee dames hier achter die de kinderen omkleden voor de line-up. Die is die aan de hand van de spelers mee uit te gaan. We hebben de eentje die gaat met de mascotte naar buiten. Die gaat al in de warming-up meedoen met de reservespelers. Nou ja, Patrick en ik. En die doen dan de vlaggenparade. De kinderen kunnen dus wat druk en gespannen zijn. Arno kan er alleen maar van genieten. Wat maakt het zo leuk? Je bent met die kinderen bezig. Die blije gezichten die je erna ziet. Niet alleen van de kinderen, want de ouders zijn het meest gespannen. Van allemaal. De kinderen die zijn de meeste. Ja, die zijn misschien iets meer met de wedstrijd ook bezig. Die kinderen ja, die zijn wat rustiger daarin. En ja, ze zijn op een gegeven moment wel wat zenuwachtig. Maar we merken wel, als ze echt zenuwachtig zijn, dat het dan door het thuisfront komt. Maar je hebt natuurlijk altijd extremen. Zoals bijvoorbeeld bij een Europese wedstrijd van Utrecht. We hebben ook twee tijgers op het veld. Een tijger en een tiger girl. En in de tijd dat we alleen nog een tijger hadden. Ja, daar schrok dat jochje zo enorm van hem. Dat hij zijn eigen verstopte achter de buitenlandse scheidsrechter. En waar de scheidsrechter helemaal geen raad meer mee wist. Ja, en dat is natuurlijk ook wel leuk om te zien. Want dan zie je een scheidsrechter in eentje met zijn handen omhoog staan van wat zijn we hier mee bezig? Wat is dit? Ik weet niet wat ik moet doen. En je hebt natuurlijk ook de spelers die een voorkeur hebben. Ja, dat was Dries Mettens bijvoorbeeld. Hè. Die liep altijd achterop. En de stelregel is dat we de kinderen van klein naar groot neerzetten. Maar ja, als je dus een gemiddeld kind hebt van 11, 12 jaar, die is natuurlijk al 1,60 meter, 1,70 meter. Ja, en Dries Mettens zat er natuurlijk ver onder. Ja, en die liep dan zo handje. Die moest eigenlijk aan de andere kant gaan lopen. Nou, dat wilde hij dus niet. Dus dan moesten we altijd even zoeken en dan even een klein kind achterop zetten. Maar dat wisten we in het begin dat niet. En dat komt hij dan wel even kenbaar maken. Bij NAC ging gelukkig alles goed en de kinderen vonden het fantastisch.